Wie zijn deze mensen? Wat doen ze voor de kost? Hoe oud zijn ze? Zijn ze dienstplichtig of stemplichtig? Antwoord op al deze vragen vindt men in het bevolkingsregister dat elke gemeente nauwgezet bijhoudt. Iedere ingezetene heeft hier zijn eigen persoonskaart waarop al zijn bijzonderheden vermeld staan. Als men nu wil weten in verband met naderende verkiezingen bijvoorbeeld wie de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt, dan moet men alle persoonskaarten stuk voor stuk doornemen om de kiezerslijst te kunnen opstellen. En daar heeft een hele staf wekenlang werk aan. In Haarlem wordt deze omslachtige werkwijze niet meer toegepast. Daar heeft men nu namelijk van elke inwoner behalve de persoonskaart ook een metalen plaatje waarin alle bijzonderheden met een ponsmachine op hele eenvoudige wijze zijn aangebracht. Naam, adres, burgerlijke staat, kerkelijke gezindte, beroep, geboortedatum en zo meer. Sommige gegevens worden op zo'n plaatje aangeduid door nokjes aan de zijkant. Andere belangrijke bijzonderheden kan men met behulp van ruitertjes aan de bovenkant aangeven. Het samenstellen van de kiezerslijst is nu geen kwestie van weken meer, maar van uren. De plaatjes komen namelijk in een sorteerautomaat die zo wordt afgesteld dat hij uitsluitend de plaatjes registreert van die inwoners die de kiesgerechtigde leeftijd bereikt hebben. En dat gebeurt feilloos. De machine telt het aantal geregistreerde kaartjes en drukt tevens de adressen bestemd voor de oproepen aan de kiezers. Door middel van dit systeem kan men zonder veel moeite ook andere gegevens verzamelen, bijvoorbeeld voor leerplicht, dienstplicht, inenting enzovoort. Het bevolkingsregister van Haarlem is hiermee het modernste en het snelst werkende van heel Nederland geworden.